Dit is de tutorial hoe voeg ik mijn eigen video toe aan een artikel, of in een artikel eigenlijk, pagina. Oké, als eerste gaan we weer inloggen. Dat is mogen duidelijk zijn ondertussen. Zo. Nee, ik hoef het wachtwoord niet te onthouden. Nou, dan kijk ik naar mijn tekstpagina waar ik de hele tijd mijn demo's aan het maken ben. We gaan eerst eens eventjes wat opschonen. Nou, weet je. Ja, zo. Het is allemaal fake tekst. Dus om het een beetje eruit te laten zien. Alsof het ook echt een stukje opmaak is. Haal ik hier de video eventjes weg. Ik haal het plaatje weg. Zo. En dan laten we de galerij laten we staan. Die halen we iets omhoog. Zo, ik laat mijn cursor daar blinken. Vervolgens ga ik naar mijn icoon voeg media toe. Hiermee kan ik dus YouTube, Vimeo, filmpjes van andere sites importeren in mijn artikel. Maar ik kan dus ook mijn eigen video's in mijn site verwerken. Nou, dat werkt hetzelfde als het toevoegen van een afbeelding. We vinden hier de folders, de directories van uw site. Daar kunt u een nieuwe folder aanmaken. En wij hebben er al eentje staan, die heet Video Tutorials. Nou, die selecteer ik. En dan ga ik in die folder ga ik dus mijn nieuwe filmpje uploaden als eerste. Nou, daar is aan deze rechterkant een icoontje voor. Daar klik ik op. En wat zegt de uploader? Drop files here. Oftewel, ik kan hier mijn bestanden inslepen en dan gaat dat vanzelf helemaal goed komen. Dus ik ga op mijn eigen computer op zoek naar het mapje waar mijn filmpjes staan. Nou, ik heb hier mijn tutorial filmpje staan. Dit is er één. En ik pak hem op en ik sleep hem gewoon naar dit venstertje toe. Dan zie ik dat hier dat hij klaar staat om geüpload te worden. Ik kan er meerdere tegelijk doen, maar ik heb er maar één nodig. Dus ik zeg vervolgens upload. Nou, daar gaat hij. Dat kan even duren. De uploadlimiet van uw filmpjes is trouwens 30 MB. Dat is vaak meer dan voldoende. Groter als dat wordt aangeraden om uw filmpjes toe te voegen aan Vimeo of YouTube. Loopt u hierop vast en is de restrictie bij u op een lager aantal MB's ingesteld, neem dan even contact met ons op en dan zorgen we ervoor dat u genoeg uploadruimte heeft. Nou, ondertussen is mijn upload voltooid en ik zie dat hij hier terecht is gekomen. Netjes in mijn mapje Video Tutorials. Nou, vervolgens dubbel klik ik erop zodat de informatie van het filmpje, de URL, hier komt te staan. Ik pas direct eventjes de dimensions aan, want anders krijg ik een ontzettende grote video in mijn artikel. Ik houd hem eerst eventjes op 500 pixels breed. En vervolgens ga ik hier naar Media Options. Even kijken. Nee. Sorry, ik blijf in hetzelfde venster. Ik kies hier voor Mediatype. En in plaats van Adobe Flash File kies ik voor onze eigen JCE Media Player. Zo. En ik klik op Insert. Nou, vervolgens komt hier de video te staan. Ik kan hem nog aanklikken en zelf vergroten tot een formaat wat ik toch wel mooi vind. Laten we zeggen dat ik hem heel erg groot maak. Nou, en dat is het. Kies hiervoor opslaan. En vervolgens heb ik dus een eigen video geüpload en geplaatst in een artikel. En dat ziet er ontzettend netjes uit. En de videoplayer ziet er verder ook ontzettend slick uit. Nou, dit is dus een van onze eigen video tutorials zoals u ziet. Nou ja, dat was alles.